Maandag 1 juli is aan de Zwanenburgerdijk in Zwanenburg een 24-jarige man uit Hoofddorp gewond geraakt bij een steekincident. De man kreeg in een bromfietszaak een woordenwisseling met twee andere mannen waarop hij gestoken werd. De twee verdachten vluchten vervolgens weg in een rode Nissan Micra waarvan het kenteken begint met TG. De politie is nog op zoek naar getuigen. Het slachtoffer is inmiddels weer ontslagen uit het ziekenhuis. De kans is zeer groot dat wethouder Michel Bezuijen burgemeester van Rijswijk wordt. Woensdagavond heeft de Rijswijkse gemeenteraad Bezuijen voorgedragen voor het burgemeesterschap voor deze gemeente. Bezuijen blijft wethouder van Haarlemmermeer tot de benoeming definitief is. Naar verwachting wordt de nieuwe burgemeester 16 september geïnstalleerd. In het centrum van Hoofddorp wordt de hele zomer gewerkt aan de Kruisweg. Hiertoe zal het stuk tussen de Pakslaan en de rotonde op de Hoofdweg afgesloten zijn en worden er omleidingsroutes aangegeven. De werkzaamheden zullen in fases worden uitgevoerd. Als de werkzaamheden klaar zijn, zal dit stuk van de Kruisweg veranderen in eenrichtingsverkeer. De film die Fusion Pictures met wijde speelfilm van Haarlemmermeer tot stand zal brengen, gaat officieel tegen beter weten inheten. De auditierondes voor de hoofd- en bijrollen zijn nog in volle gang. De Haarlemmermeerse zangeres Tessa Suniva zal de titelsong gaan inzingen. Begin september zullen de opnames plaatsvinden en de première is op 30 oktober in Cinemeerse. Om het voor kinderen mogelijk te maken de hele zomer lekker buiten te voetballen, zijn er in Bad Hoevedorp, Zwanenburg en Vijfhuizen kunstgrasvelden aangelegd. Ook bij nat weer is een kunstgrasveld prima bespeelbaar. En ze zijn voorzien van doeltjes en ballenvangers. De aanleg was een van de laatste projecten van het speelruimteplan van de gemeente. En tot zover het meer nieuws van deze week. Voor nu even de laatste, want tijdens de zomerperiode is meer nieuws even niet te zien op tv. Voor de laatste nieuwsupdates uit en over Haarlemmermeer kunt u natuurlijk altijd afstemmen op Meer Radio. Of een bezoek brengen aan onze website meertelevisie.nl. Bedankt voor het kijken en graag tot na de zomer.